Goedemiddag, we staan hier op Grootse Kievitsdal in Baren. En naast mij staat de heer Jan van Buren van Lucom Benelux. En hij houdt zich bezig met de reizen van documenten, heb ik begrepen. Want ik heb hem al eerder mogen interviewen in Groot Ammers. Maar vertel nog eens even, wat is er mis met al die reizen van documenten? Nou kijk, als je een overeenkomst moet tekenen, dan wil je dat wel vertrouwelijk houden tussen de mensen die moeten tekenen, die erbij betrokken zijn. Daar staan afspraken in, prijzen in, tarieven, privacygegevens. En we zien een hele grote tendens dat men uit gemakzucht dit uitbesteedt aan gespecialiseerde firma's. Maar ze geven dan ook hun hele hebben en houden aan data en gegevens weg. En uiteraard zijn er overeenkomsten, maar een overeenkomst regelt niet zozeer dat het goed gaat. Het regelt de sancties als het fout gaat. En wij streven met onze techniek zoveel mogelijk die regels te volgen en het tevens te regelen. Dat is ons doel. En documenten zijn niet zomaar voor publiek toegankelijk. Die zijn vertrouwelijk tussen u en mij of tussen u en uw leverancier. En ja, wij hebben een mooie oplossing daarvoor om dat veilig te doen. Maar hoe komt het dat zo weinig mensen dat eigenlijk weten? Dat komt omdat er complexe regelgeving is waar je aan moet voldoen. Er is Europese regelgeving en als er dan iemand voor je deur staat die zegt ik weet daar alles van, ik geef maar aan mij en ik doe het voor je. Ja, ga je dan zelf koken of ga je de pan opzetten? En als je het recept weet, zoals wij dat aan kunnen bieden, dan hoef je niet buiten de deur altijd te eten. Dan doe je dat alleen als het echt nodig is, maar dan doe je wel je eigen ding in je eigen huis. Dat is, dat is ons credo. Dus gemakzucht is een van de grote redenen waarom mensen buiten de deur gaan. Dankjewel, tot zover. En dit was Jan van Buren van Lucom Benelux.